Kobe, we hebben nu juist die een basis geproefd. Ja. Dat bier, dat is er nu al, maar ja, er moet nog een smaakje bij. Hè, ja, want dat bier is eigenlijk nu gewoon water en die mout. Dus ja. Je kunt het eigenlijk overal ter wereld maken. Ja. We moeten specifiek Oostends bier maken. Ja, en er is geen betere manier dan hier eigenlijk. De aroma's van wilde kruiden, die eigenlijk uniek zijn voor Oostende, ja. Van die aroma's te gaan verwerken in dat bier. En ja. Toen wordt het echt Oostends bier. Hoe ga jij nu te werk? Je hebt zo een bepaalde smaak of zo in je hoofd dan? Ja, we iets zoeken die een beetje citrusachtige toets kan geven aan dat bier. Zonder citrus te zijn, maar zoiets die een beetje in dezelfde smaak zit. Zo. En we gaan dat hier in het wild vinden? We gaan dat sowieso vinden in het wild, ja. Okay. Ik ga je moeten volgen, want ik ken er echt niks van. Hè? En zo die witte bloemetjes daar, wat is dat nu? Wat is dat is berenklauw. Voor iets? Berenklauw. Ja. Kun je dat gebruiken? Berenklauw kunnen we zeker gebruiken. Ja. Oké. Ja? Nou ja. Mag ik even proeven? Het is een heel klein zatje, zo'n kent tussen je tanden. Het gaat niet vergiftigd zijn, hè? Nee. Eetbaar. Dat is wel een beetje citrusachtig op een manier toch, hè? En dat is nu juist het moment dat die zaadjes eigenlijk vol smaak zijn. Ja. Dus we gaan er een beetje van meenemen, maar we gaan echt niet veel nodig hebben van dat bier. Nee, ik vind dat echt lekker. Verrassend. En toen ging Kobe de Rameau de broeze in. En we zagen hem nooit meer terug. Zij, en in deze moet dan naar pipi ruiken? Een beetje. Serieus? Of heeft er hier een hondje tegen? Ja, dat is juist hoog genoeg. Of dat moet een vrij grote hond geweest zijn. Dus. Zij, en hebben ze nog nooit keer iets giftig meegebracht naar huis? Ik heb wel al dingen geproefd dat ik echt niet had moeten proeven. Nee, oei. Maar gewoon het nieuwsgierigheid. Maar over het algemeen is het wel heel belangrijk als je met wilde kruiden werkt en plukt, dat je mega goed informeerd zit. Ja, ja. Dus ik ga ook enkel maar iets plukken dat ik 110% van zeker zijn dat dat safe is. Ja, ja. Dat is hier iets interessants, dat is bijvoet. Bijvoet. Maar de Franse namen zijn altijd veel schander. Artemise in het Frans. Dat is gewoon, ja. Oké. En wat voor smaak heeft dat dan? Ik zou dat niet proeven. Dat is heel iets te sterk van smaak, want het aroma die vrijkomt. Als dat zo zachtjes in dat bier zo'n heel klein beetje laat meetrekken, dan dat interessant worden. Maar om dat puur op te eten is het niet is te sterk. Chance, ik had bijna mijn mond gestoken. Okay. Wat we hier nog hebben is kamille. Kamille wordt eigenlijk al dikwijls gebruikt in bier. En dat creëert zo een beetje een balans. Zo. Ah, serieus? Ja. Ik denk altijd aan thee als ik kamille hoor. Van een pintje kom je ook rustig heet, dat is misschien daar mee. Ah, dat zal het zijn. Dat is puur voor zo'n aroma te geven, zo heel delicaat, maar toch wel. Hè. Gaat dat genoeg zijn, denk je? Ik denk wel dat we genoeg hebben. En we hebben ook een stuk of vier verschillende soorten nu, die eigenlijk allemaal een eigen karakteristiek hebben. En ik denk dat dat een schoon ensemble kan zijn. Dus ik denk dat we dat kunnen testen. Zo. Schoon bruisboeketje nog. Prachtig. Gaan zit op je knie. Kom, we gaan bier brouwen. Sandy, we zijn terug. Amai, wat hebben jullie allemaal gevonden? Van alles. Wat kan je ermee doen? Ik denk dat het best is dat we daar misschien een soort van thee infusie van maken. Ja. En dan laten trekken en dan een keer bij een staaltje van het jonge bier al doen. Ik denk dat je thee zou mogen. Och, amai, ja. Ja, hè. Ja. Het is heel schoon. Het is gebalanceerd. Het is delicaat. Hier zo die frisse toets van die zoutjes daarbij. Dat is, ik vind het mooi. Het is echt dat aroma dat je hebt. Dat met dat wit bier. Zou ik daar een theetje van kunnen drinken? Ja, weet je wat? We gaan dat gewoon door een zeventje heen. Ik denk dat zo een theetje is binnen. Hè. Dit is eigenlijk super spannend. Hè? Zo kiezen hoeveel dat erin gaat. En nu de moment supreme, we mogen al eens proeven. Yes. Het zit ver weg nog, hè? Je zou het wel iets meer kunnen gebruiken, hè? Ja, inderdaad.
Maar mogen een beetje meer toevoegen. Ja, ja, het mag ook niet overheersen. Dus eigenlijk wordt dat nog een zoektocht. Hè? Ja, ja, dat is, maar dat is juist het leuke eraan. Een beetje de fine-tuning en zoeken naar de juiste verhouding. Ja. Dus ja, veel proeven. Hè. Heel veel komen proeven. Ja, maar ik kon hier iedere week een stukje paraat. Voilà. Dus, een zware job dat hij ermee heeft. Jongens, het is een plan. Nee, maar kijk, alles voor de... Ja, van Brown, hè. Allee, we gaan dit opdrinken, hè. En ik is dat wel. Santé op het nieuwe bier, hè. Mm. Voor ons tender. Het is toch niet slecht, hè. Nee. Het zit er wel ergens in, ja, hè. Het is zo'n ja. Ik denk vooral... Kom goed. Die Nartemies. Ja, dat is heel sterk. Je hebt gewoon heel veel zetjes met hem deden, hè.